Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. Gaan we dan verder in Italië, ronde nummer 14 van het kampioenschap en aflevering 57. Als je aflevering 56 in België mist, dan kan je eerst even terugkijken of je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i-check, klik erop en zie je de aflevering verschijnen. En ben je hier nu kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien? Ram dan gewoon het abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan, zodat je enkel niet meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Italië. 3 updates aan de auto gekomen van, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, de motoronderdelen van de MGU-K en zo. Italië dus een heel snel circuit om op te rijden. We zijn het heel erg goed op, want vorig seizoen wonnen we hier namelijk ook. De auto is heel erg snel op dit circuit. En ik verwacht hier gewoon weer een 1-2'tje voor Mercedes. Hopelijk dat Lewis Hamilton weer een podiumplek weet vast te stellen. En we klimmen wat weg van Williams. Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. The pit lane will be open shortly, which means it's nearly time for qualifying for the Italian Grand Prix here in Monza. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1 hier in Italië. En we kunnen al gelijk slipstream pakken van Daniel Ricciardo. 371 km/u is de topsnelheid. En dan remmen we hem hier mooi uit. En hebben we geen last meer van de Renault. Q1 dus, ik verwacht hier gewoon weer op P1 te staan. Hamilton gewoon op plek 2. Want de auto van mijn team, Mercedes, is nog steeds de beste. Vettel met een 1.22.0. Daar gaan wij denk ik overheen. Hamilton met een 1.19.5. Wij zetten 1.18.6 neer. Heel erg snel in Q1. De uitslag van Q1. Onszelf dus na plek 1 en Hamilton op 19 gezet en Verstappen op 1.8 gezet. Zo de knetters en Magnussen op 3.5 seconden gezet. Die redt het dus niet. Maar de pace is heel erg goed hier in Italië. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. En ook hier verwacht ik dus weer een P1 en een P2 te staan. 367 km/u halen wij gewoon in ons eentje. We hebben een Ferrari voor ons. En daarvoor rijdt dus ook een Ferrari. Dat is Vettel of Charles Leclerc. En alles van de auto ziet er nog mooi uit. Kvyat met een 1.20.6. We hebben een slipstream van Leclerc. Wij zetten een 1.17.8 neer. Heel mooi. De uitslag van Q2. Onszelf dus naar 1. Hamilton op 1.6 gezet. En Charles Leclerc op 2.2 gezet. Zo de knetters. Wij zijn bloedsnel hier dus in Italië. Het laatste deel van de kwalificatie is aangebroken. En we hebben hier slipstream van een auto. Dat is Lucas Weber. Die voor ons rijdt. Dus we kunnen wat profiteren. En we kunnen misschien een nog snellere tijd neerzetten in Q3 dan dat we in de vorige twee delen van de kwalificaties dus deden. Hamilton met een 1.19.6, onszelf met een 1.18.5. Ongelooflijk snel. En we laten Weber weer voorbij. Q3 zit er alweer bijna op en ik heb besloten om nog een ronde te gaan pushen. Kijken waar we deze auto kunnen brengen met nog een run. En het begint al gelijk goed, mooi in het groen. Dan verliezen we hier wat op de exit van bocht nummer 2. Met nog 2 minuten en 33 seconden te gaan. Nu is dat 1 minuut en 43 seconden. Paars en sector 1 en 2. We kunnen dus nog sneller. En we zetten een 1.17.6 neer. Bijna 19e sneller dan onze eigen lap in Q3.
De uitslag van Q3, onszelf dus naar pole position. Hamilton op 2 seconden gezet. Dat is heel snel. En Verstappen naar 3, maar dat gat naar Lewis is ongelooflijk groot. De rivaliteit met Vettel en Hamilton. Van Vettel hebben we dus gewonnen. Die van Hamilton winnen we dus op dit moment. De researchpunten na de kwalificatie hier in Italië. Het zijn er zoals gewoonlijk lekker veel. Kunnen we lekker op gaan branden. Op gaan, sparen eigenlijk in Singapore. 645 dus overall. Reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Veteran en een sportsmanship. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Nou, dankjewel Emma. We gaan het dus hier zien voor de grote race van Italië. De thuisrace van Ferrari, maar we hebben hier al een pijnlijke slag naar dat team toegeslagen in de kwalificatie. We starten dus van pole position en we gaan beginnen voor de grote race van Italië, career aflevering 57. The Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course, who've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. So I should probably start by asking you about Lucas Weber. They need to win in order to stay in contention for the title. Anything outside of that and their fate is no longer in their hands. The key now will be to keep in the right mindset. We've seen time and again that things go wrong if you just try and do the minimum. Not necessarily because of the pressure, but because it's different to your usual approach. They'll need to avoid that and stay focused today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Charles Leclerc, and Kvyat, Butler, Weber, Perez, and Pierre Gasly, Stroll, Giovinazzi, Robert Kubica, and Bottas, Russell, Sainz, Romain Grosjean, and Daniel Ricciardo. Raikkonen and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time. You're capable of pushing for the win today. Good luck. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. En Jeff zegt: ja, we zijn dus hier voor de overwinning. En daar zijn we dus ook in staat om die dus te winnen. We nemen wat extra filming voor in de auto. En we gaan dus beginnen voor carrière aflevering 57. De lampen zijn dus aan voor de grootste van Italië. We starten vanaf pole position. Lewis Hamilton naast ons erachter. Max Verstappen en we zijn onderweg. En het is een matige start, want Hamilton is wat beter weg. Zit al gelijk aan mijn binnenkant. En we raken elkaar al een klein beetje in de openingsfase van de wedstrijd. Hamilton kijkt naar de buitenkant en wij duwen hem daar wijd. Maar de eerste aanval van Hamilton hebben wij overleefd. Ronde nummer 1 inmiddels. En Verstappen die zat daar te kijken bij Lewis Hamilton. De openingsronde hebben we overleefd. De openingsfase van de openingsronde hebben we overleefd. Dan is het hier ronde nummer 2 en Hamilton kijkt naar de buitenkant. We zetten de snelste race met een 1.24.4. Maar Hamilton kan niet die aanval wagen, want wij kruisen wat naar zijn lijn en daardoor moet hij wat afremmen. Maar Hamilton zit er wel bij. Mooi. Hamilton nog niet. Nee, wel paas in sector 1. Mooi. Daar zit Hamilton dan aan mijn binnenkant. Oh, Lewis. Lewis Hamilton, wat doe je? Wat doe je, Lewis? Stuurt gewoon op mij in. En daardoor spint hij. Gele vlag. Hamilton rijdt weer. Het is weer groen. Maar wat doet Lewis Hamilton een virtual safety car? Er is niemand uitgevallen, maar waarom die virtual safety car? Dat weet ik niet. Ronde nummer 3 inmiddels. Maar ik denk dat Toto Wolff hier niet blij mee is. Zeker niet.
Dus dit is een soort van Rosberg-Hamilton periode. Dus dat wordt nog een leuke strijd met Lewis Hamilton. Ronde nummer 5 inmiddels. We zetten de snelste reetronde met een 1.21.2 op dit moment. Leclerc naar 2, Verstappen naar 3. En Hamilton is al wat posities aan het goedmaken hoor. Want de Mercedes-auto is oh zo snel. De beste gewoon van het veld op dit moment. Maar wij rijden dus lekker weg van Charles Leclerc en Vettel. Want die heeft Verstappen te grazen genomen. We're leading our teammate by 18.7 seconden is het gat naar Lewis Hamilton. We zetten weer de snelste race onder met een 1.21.0. Nou mooi, dus we zijn lekker aan het pushen. 8.3 is het inmiddels naar Charles Leclerc. Dus dat hebben we lekker groot weten te houden. En dat pas in ronde nummer 6. Ronde nummer 15 inmiddels. En we komen al wat achterblijvers tegen. Opmerkelijk. Maar we gaan wel naar binnen. Dus Daniel Ricciardo en Kimi Räikkönen. Die knokken om plek 18. En Ricciardo laat mij hier mooi voorbij in ronde nummer 15. En we gaan dus na deze ronde dus naar binnen. Want we hebben een enorm groot gat met Max Verstappen. Die is al naar binnen gegaan voor een setje medium. En wij rijden nog op de soft. En Kimi Räikkönen laat ons denk ik dadelijk ook mooi voorbij. We kunnen wel wat naar hem toe rijden. Jeff zegt box, box, box. En Kimi Räikkönen laat hier wat ruimte over aan de binnenkant. Een hele ongemakkelijke plek om ons daar voorbij te laten. Maar we gaan dus nu naar binnen. We kunnen ook uitstellen, maar dat doen we niet. Want anders komen we in verkeer terecht van de achterblijvers. Want Charles Leclerc is nu pas bij einde sector 1, hè? Begin sector 2. 50 seconden hebben wij voorsprong op Vettel. Het was niet Leclerc, het was Vettel. 50 seconden voorsprong, bijna een minuut. Ongelooflijk snel. Deze pitstop moet ook goed gaan. 2.0, goede stop. En in totaal heeft de pitstop ongeveer 23.4 seconden geduurd. Gaat naar Vettel 51.4 seconden. Dat is nu Charles Leclerc die nu op plek 2 rijdt. Dus de beide Ferraris knokken om plek 2 en plek 3. Dus het wordt hier weer geen Ferrari die hier de overwinning pakt. Want vorig seizoen wonnen wij hier in de Alfa Romeo voor de beide Ferraris. En ik denk dat nu ook het geval is dat wij nu ook weer winnen voor de beide Ferraris. We zien hier inmiddels George Russell samen met Pierre Gasly knokken. Verstappen is inmiddels naar 2 gegaan. Hamilton naar 3. En Kubica, het was niet George Russell. Kubica is aan de kant gegaan voor ons. En Pierre Gasly gaat hier denk ik ook makkelijk aan de kant. Nou, Gasly maakt ons daar wel wat lastig. Maar geen schade aan de auto. Hamilton naar plek 3. Gat naar Verstappen is 32.7 seconden en Hamilton zit al gewoon bij Verstappen te kijken voor een aanval om plek 2. Nog 10 ronden te gaan trouwens. Dus Hamilton is lekker bezig. Van een crash met mij en nu gewoon knokken om plek 2. Ongelooflijk. We zetten weer de snelste reetronde met een 1.21.0. Dus het zit er lekker in. Nog 9 ronden te gaan. Gat naar Verstappen is 33.1 seconden. Hamilton is naar plek 2 gegaan. Mooi. Ronde nummer 20 inmiddels. En daar ging ook weer iemand aan de kant. En de volgende heet Valtteri Bottas in zijn Williams. Rijdt op plek 17. Niet gewend van de Finn. Die doet meestal mee voor de overwinningen. En het is denk ik heel teleurstellend. Nou, kom op Valtteri aan de kant. Ik verlies hier gewoon tijd. Bottas, wat doe je? Aan de kant. Aan de kant. Dankjewel Bottas. En Ricciardo kan gelijk meekomen. Dus Bottas heeft een plekje verloren aan Daniel Ricciardo. Leclerc inmiddels naar 3 gegaan. Hamilton nog steeds op 2. Räikkönen is de volgende. Dit keer is Verstappen naar 3 gegaan. Heeft Leclerc weer gepasseerd. En Verstappen kijkt 7 seconden
ja, is het gat naar Lewis Hamilton ten opzichte van Verstappen. We zetten weer de snelste race onder, dit keer een 1.20.4, ronde nummer 22. Dus de wedstrijd zit er alweer bijna op. 35,9 seconden is het gat naar Lewis Hamilton. Dat is enorm groot. En dat alleen maar omdat ik een paar ronden heb lopen uitstellen van soft naar medium. Ronde nummer 24 inmiddels. Het is geel. Verstappen valt uit in de grote prijs. Virtual safety car is weer uitgeroepen. De tweede van de dag. En we moeten dus weer een delta gaan aanhouden die positief is. Gat naar Hamilton in 37,8 seconden. De delta is weer mooi groen. En de virtual safety car is weer beëindigd. Ronde nummer 25, nog twee ronden te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Het is hard gegaan met de grote prijs, echt waar. Als het niet regent, dan is deze grote prijs heel snel voorbij. Als het wel regent, dan kan het heel lang duren. Kijk maar naar seizoen 2, toen we daar gewoon moeite hadden met de regen in Italië. Leclerc naar P3. En Hamilton naar 2. Knap gedaan van de Brit. Terwijl daar twee auto's knokken. Stroll en Magnussen om plek 13. En Magnussen laat ons hier mooi voorbij. Ook Stroll doet dat mooi. Dankjewel Lance. 36,0 seconden is het naar Lewis Hamilton. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Italië. De volgende blauwe vlag heet Carlos Sainz. Dat is de volgende auto die een blauwe vlag krijgt. Het was een mooie grote prijs. Beetje saai. In het begin een crash met Lewis Hamilton, terwijl Carlos Sainz ons hier mooi voorbij laat. En dan gaan we ons opmaken voor Singapore. Wat ons wereldkampioen kan maken. Wij winnen dus de grote prijs van Italië. En we gaan ons opmaken voor Singapore. We verbeteren ook onze snelste tijd. En ik kan niet wachten tot Singapore. Yes, another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag van de grote prijs van Italië. Wij winnen dus de grote prijs. Lewis Hamilton toch nog na plek 2. En Charles Leclerc met het podium compleet. Magnussen krijgt driver of the day van plek 20 naar plek 14. Ik had hem aan Giovinazzi gegeven trouwens. 178 punten met Lucas Weber. 172 punten met Red Bull Racing. Dus de titels zijn eigenlijk al binnen. En Lewis Hamilton klimt naar plek 5 in het kampioenschap. Dus super. I'm sure you're pretty happy with that. It's looking like a winner has emerged in the championship. Is it in the bag? Nee. Je weet het nooit. Het is een sport. Het kan van alles gaan gebeuren in deze wedstrijd. Do you have any comments about the collisions? Niet echt. Do you think that your close rivalry has helped you out this season? Ja, natuurlijk. De rivaliteit is er altijd om ons te pushen naar een hoger niveau en dat heeft zeker geholpen. Ja, wat ik vind. Lewis Hamilton die reed tegen mijn sidepod aan en daardoor spinde hij. Dat is er gebeurd. Nou, dankjewel Claire. Tot in Singapore. De rivaliteit breekt down met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Met Vettel hebben we dus gewonnen en met Lewis Hamilton winnen we dus eigenlijk ook de resourcepunten na de race hier in Italië. Het zijn dus als gewoonlijk lekker veel. En kunnen we weer gaan gebruiken voor updates in Singapore aan de auto.
wat altijd fijn is. Teamgoal is compleet. Reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven zoals altijd. Veteran en een showmanship. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Nou, dankjewel Emma. Ja, dit was het review, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nu het kanaal met meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 Premier Team? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan en ik niet meer van me mist. Volgende keer op Instagram, links in de beschrijving. En zou ik zeggen, fijne dag verder. En tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. Ga verder in Singapore.